Goedemorgen, het is vandaag zaterdag en ik begin mijn dag weer met een gembershotje en een sapje. Ik was me net aan het klaarmaken, wat zei je net Nessie, waar ben je blij om? Dat jij niet meer die neppe haakje hoeft. Hij vond dat zo lelijk. Hij is heel erg blij dat ik geen extensions meer draag. Waarom dan Ness, word je het lelijk? Ja. Waarom dan? Een platte kruis om als je lichaam zo naar beneden. In ieder geval, ik heb net een paar nieuwe producten weer uitgeprobeerd. Tenminste, lipproducten uitgeprobeerd die ik binnen heb gekregen. Want ik heb je Kylie-etui al laten zien? Nessie lacht me uit om mijn Kylie-etui. Maar ik heb gewoon een make-up bag gekregen. Heb je gekregen? Oh, wonderful. Nee, het was gewoon bij een besteding van $100 kreeg je gewoon een gratis make-up bag. Wow. Heb je $100 uitgegeven? Wanneer je zelf een spreek voor je man. Dat is toch mijn geld? Jezus. Ik moet durven $100 uitgeven aan iets. $100 is niet €100. Ik heb even de camera hier neergezet, zodat ik hem niet hoef vast te houden. Maar Nessie lacht me dus uit dat ik $100 besteed aan Kylie Cosmetics. Vind jij het veel? Ik vind $100 voor make-up niet veel. Maar ik heb echt veel besteld. In ieder geval bij een besteding van $100. Ik heb hem versproken voor mijn man. Zulke dingen moet je gewoon niet voor je man zeggen. Want die snappen gewoon niet dat je zoveel kan besteden aan make-up. Krijg je dus een gratis make-up bag van Kylie. En ik vond deze eigenlijk best wel stoer. Maar moet ik ook heel eerlijk zeggen dat in het echt de kwaliteit gewoon echt shit is. Het is gewoon echt zo'n, ja. Dat kan je volgens mij ook gewoon op AliExpress bestellen. Het is niks bijzonders. Ja, ik vind het niet echt heel bijzonder. Vind jij dit bijzonder, zo'n tasje? Als je naar de middelbare school gaat. Ja, het lijkt echt op een etui eigenlijk ook wel. Hij heeft wel een beetje gelijk. Maar ik vind het gewoon stoer. Ik heb het gratis erbij gekregen, niks voor betaald. Weet je wat ik wel echt heel erg vond? Is dat deze ook op de site staat. En die verkopen ze gewoon voor $30. Is dat wat money? Ja, dan vind ik het wel echt heftig. Ik wil deze dus gewoon even uitproberen. Maar ik doe de gloss even snel eraf, want dat vind ik echt irritant als ik gewoon thuis ben. En dan doe ik gewoon de matte op. En dat ziet er zo uit tot het opdroogt. Dan wordt het iets donkerder. Ik ga nu even al mijn lipproducten van Kylie hierin doen. En ik ga even mijn haar ook gelijk vast doen, want ik ga zo koken. We willen vandaag graag thuis eten vandaag. Die is aardig vol. Ik heb nu eigenlijk alle kleuren die ik wil hebben van Kylie. Dus ik stop ook even met het kopen van nieuwe lipkits. Want ja. Ik doe toch niet alle kleuren van de regenboog op mijn lippen. Ik doe graag nudes op. En dan een beetje met een roze tint. En soms met een donkere tint. En nu heb ik ook nog rood. Herfstkleurtjes. Ik ben gewoon helemaal klaar voor nu. Hoi baby. Het gaat wel wat beter hè, dan gisteren. Toen was je heel erg krols. Zo, ondertussen ben ik gewoon paprika aan het eten. Ik ga nu koken. Dit is wat ik in mijn wok ga doen. Broccoli. Bosuitjes. Wortel. En Chinese kool. De worteltjes zijn gesneden en gewassen. En ik doe er ook nog uienrook en chili. Broccoli is ook al gesneden en gewassen. Alles is een beetje nu ready. Nu alleen nog wachten op de kip. Ik zat te twijfelen, maar ik denk toch dat ik het met rijst ga maken. Want ik wil eigenlijk noedels erbij maken. Dus als ik het heb over een wokgerecht, heb ik het nooit over woksausen. Want die gebruik ik gewoon weg niet. Ik vind het echt super goor. Er zit kapot veel suiker in, super ongezond. En ik vind het gewoon echt niet lekker. Het sausje maak ik eigenlijk gewoon door middel van kruiden erbij toe te voegen die ik lekker vind. En een beetje water. Gewoon veel gezonder en veel lekkerder. En ik heb eigenlijk nooit echt vaste kruiden die ik ervoor gebruik. Ik doe gewoon in waar ik eigenlijk zin in heb. En de kip is klaar. Ondertussen ga ik een salade maken. Ik heb even handschoenen aangedaan. Want anders wordt het eczeem op mijn hand echt heel erg. Dus dat doe ik even voor mezelf. Die zijn dat toch helemaal niet veilig. Ik zei, oh, no, 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 no. Ik weet niet van hem, maar ik loop van haar. Telefoon zonder melding aan. Dames, dat ze zo heilig. Ik zei, oh, no, 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 no. Die zijn dat toch helemaal niet veilig. Ik zei, oh, no, 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 no. Oh, no, 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 no.
Ik ga nu rijst pakken in deze pan. En ik ga hier zo nog even water bij doen. En dit wordt de dressing van de salade. Komt in citroen, tahin, olijfolie, zout, peper. Zo. En het is klaar. Kapot van groenten. Ik heb een rijst. Daar ga ik er niet uit zo, maar goed, het gaat om het idee. En ik doe er gebakken uitjes op. Ik heb net Nessie proberen wakker te maken, maar die werd echt niet wakker. Dus ik heb hem maar even laten slapen. Ik denk dat hij gewoon super moe is. En ik heb even een koffietje voor mezelf gezet. Ik ga even lekker op de bank zitten. Serietje kijken en koffie drinken. Ik heb even zelf alleen groenten gegeten die ik heb gemaakt. Met de salade een beetje en that's it. Wat ik doe met die sapjes, want ik hoor er 6 op een dag te drinken. Als ik weet dat ik een maaltijd ga eten, sla ik altijd een sapje over. Of 2 zelfs. Ik heb vandaag 2 overgeslagen, omdat ik een beetje salade wil eten met groenten. En ik in de avond nog naar de bios ga en ik weet niet wat ik ga halen daar. Kijk, ik ga sowieso geen snoep of zo halen, maar misschien zout of popcorn met water of zo. En dan sla ik liever dan nog een sapje over. Ik ga trouwens straks nog even sporten als Nessie wakker is. Dan gaan we even samen langs de gym. Als het een half uur of 3 kwartier of wat dan ook. Dat is tenminste iets, zeg maar. En ik probeer mezelf gewoon te leren om gewoon minimaal 3 keer per week naar de sportschool te gaan. Nessie is inmiddels wakker en heeft ook gegeten. Ja. En we zijn nu onderweg naar de bios. Ja. En ik dacht, Nessie heeft al vanaf... Ja, vanaf... Vanaf ongeveer 1, 2 januari zei ik al, ik wil naar de bioscoop gaan voor deze film. Ja, en hij had me vandaag geëffen van, ja, ik heb tickets geboekt, bla bla bla. En ik dacht, nou, ik ben echt benieuwd welke film het is. Maar hij vertelt me dus nu gewoon net dat het om een boxingfilm gaat. Dat klopt. Maar... Boxfilm. Hij heeft het wel een beetje gecompenseerd, want hij heeft de love seat voor ons gereserveerd. Dat denk ik, dat weet ik niet zeker. Serieus. Ik hoop echt dat het een goede film is hoor, anders kan ik echt niet 2 uur lang neerzetten. Creed 2 man, hou op man. Hoe heet het? Creed 2. Creed? Creed. C-R-E-E-D. Creed 2 jongens. Ik heb 1 nog niet eens gezien, maar goed. Heb jij 1 wel gezien? Tuurlijk. Of wat erg. Daar is zo. Ik ben even naar de wc gegaan en de film duurt echt een eeuwigheid. Ik vind hem echt kapot saai, maar ze vindt hem heel geweldig. Ik ben blij als het zo afgelopen is. Het duurt nog een half uur en ik moest echt nodig naar de wc, want ik heb echt heel veel water en sapjes gedronken vandaag natuurlijk. Dus ik heb even een pauze. En dan ga ik even terug. Wij zitten nu op een love seat, zeg maar. En dan zit je dus echt naast elkaar. Je hebt wel meer ruimte, maar je hebt aan elke kant heb je zeg maar een plek om je drink zeg maar, neer te leggen. Maar daarnaast zitten natuurlijk ook mensen. Dus elke keer kan 1 iemand zeg maar, zijn drinken niet kwijt. Dus net zoals zijn drinken niet kwijt. Ik vind het eigenlijk best wel irritant. De volgende keer hoef ik ook helemaal geen love seat hoor. Ik wil gewoon lekker mijn eigen plekje. Ik begrijp wel dat mensen die zeg maar, net samen zijn, gezellig lekker naar de bios gaan of een date hebben, dat ze dan nog zo'n love seat gaan boeken. Maar voor mij hoeft dat niet hoor. Ik heb wel lekker veel meer ruimte. Maar goed, ik ga nu even snel weer de zaal in. En wat vond je van de film? Ik had al in de wc gezegd dat ik het echt shit vond. Heb je geplot in de wc? Ja, vieze homo. Nou jongens, kijk, weet je het is? Ik zou eigenlijk met vrienden naar deze film gaan. Maar toen dacht ik bij mezelf, wie is nou mijn beste vriend? Dat is toch mijn vrouw? Ga je zo doen, ja? Dus daarom ben ik met mijn beste vriend naar de bios gegaan. Lief toch? Het was ook geen korte film, hij was bijna 2,5 uur man. Ik moet wel heel eerlijk zijn met jou. Ja. Ik had ook niet echt een hele goede film. Saai. Omdat ik vond Creed 1 wel hard, maar ik vond Creed 2 wel een beetje, wel heel lang draad. Dat gaat ook heel corny, zeg maar. Ja. Oh, eerste keer niet gewonnen. Tweede keer wel. En nu gaan we spoilen, dat is wel fucked up, maar ja, goed. Ja, niemand gaat Ja, dat is waar, maar ja, goed. Het regent buiten, doei! We zijn net thuis, het is echt heerlijk warm binnen. Ik ga snel mijn vlogs even editen, want ik loop een beetje achter met de edits.
En ik ben naar Londen een paar dagen ziek geweest. Dus toen heb ik eigenlijk ook niet gevlogd. Dus ik heb al 2 dagen niks online gegooid. Dus ik ga even snel editen. En dan hebben jullie morgen weer een vlog van mij. Ik ga bij deze de vlog meteen afsluiten. En dan zie ik jullie morgen weer. Doei doei!